Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 6 juli 2016. Dit is het bulletin van woensdag. Vandaag is er weer een bijzondere afbeelding in PD50 en SSTV en verder uiteraard ook de moesterwoorden. Ik ontving vandaag de nieuwsbrief van Hans Knot en daarin stond een erg leuk linkje met ruim 200 zeer mooie foto's van de Mi Amigo. Het zendschip van Radio Caroline dus. Allemaal foto's uit de jaren 70. Het schip ziet er niet fantastisch onderhouden uit. Een linkje naar die foto's is te vinden op www.pnlete.nl, helemaal bovenaan. De amateurantenne op de Gerbrandytoren van PI2NOS is zeker ontzettend hoog. Dat het nog altijd hoger kan, bewijzen amateurs in Portugal met hun nieuwe crossband repeater die heen en weer relayeert tussen 439.550 en 144.550 MHz. Zo meldt southgatearc.org, althans zonder die Gerbrandytoren. Het relay dat bevindt zich op de Azoren op de hoogste berg van Portugal met een hoogte van 2351 meter. Voor het werken over het relay met dus de frequenties 439.55 en 144.55. En dat gaat dus heen en weer, is het nodig om 82,5 CTCSS mee te sturen. Dat is zowel op 2 meter als op 70 centimeter. Roepnaam van het crossband relais dat nieuw is, dat is Charlie Quebec 1, Echo, Papa, India, X-Ray, CQ1, Epix. PA3ANG heeft op zijn site een verslag met foto-impressies staan van de Ham Radio in Friedrichshaven onder de titel Mijn tweejaarlijkse bedevaart naar de Bodensee. Te vinden op de website van Johan en dat is www.pa3ang.nl. Er is weer een nieuwe 1 watter bekend geworden, een 1 watt middengolfstation. Dit station, de tweede met 1 watt die bekend is geworden, zit in Leiden met als stationsnaam Impact AM. Frequentie is 1485 kHz, de frequentie waar alle 1 watt stations op zitten. Deel 7 van de serie over digitale spraak begint vandaag met de vraag: zal digitale spraak FM vervangen? Het zal veel mensen uit mijn mond misschien verbazen, maar ik denk het niet. Of in elk geval niet heel snel. Ik ben wild enthousiast over digitale spraak, maar ik ben ook een realist. Ik spreek dan over de zendhobby, maar ik vind digitale spraak in veel gevallen ook ongeschikt voor gebruik bij hulpdiensten als politie, brandweer en ambulance. Een van de grote voordelen voor de overheid is wel dat het signaal grondig versleuteld kan worden. Echter, als je een slechte verbinding hebt, dan hoor je bij FM dus kwels nog klapperen en kun je roepen: heb ik misschien een bericht of oproep gemist? Bij digitale spraak hoor je in zo'n geval niets en zit je te twijfelen of het bericht misschien nog niet eraan komt. Dat kan in geval van nood zelfs levens kosten. Terug over amateurs gesproken, vind ik zelf bij FM een zwak signaal heel prettig. Allerlei informatie over de propagatie, die gaat bij digitaal verloren. Heb je een zwak signaal, dan kan daar een snelle QSB op zitten. Dat vertelt iets over de propagatie waar je mee te maken hebt. Ook als er bepaalde vervorming op zit, kan dat met propagatie te maken hebben. En daarbij nog iets. Digitale spraak werkt soms een stukje beter dan FM. Dat heeft te maken met de detectiemethode, maar ook met de bandbreedte die half zo groot is als bij FM, waardoor je een stuk minder ruis op je ontvanger binnenkrijgt. Die extra prestaties bij digitale spraak krijg je echter alleen bij een absoluut schoon signaal. Effecten in de propagatie werken bij digitale spraak veel sneller negatief uit dan bij analoog. Ook zijn deze modulatiesoorten veel gevoeliger voor interferentie op een drukke band. PD0AC merkte gisteren al terecht op dat dit ook opgaat voor mobiele stations. Digitale modus zijn gewoonlijk ook minder goed dan FM of SSB bestand tegen de typische QSB die je bij mobiel gebruik hebt. DISTA presteert daarnaast beduidend slechter bij reflecties die je in berggebieden hebt. Dat komt omdat de gebruikte AMBER 2020 vocoder echt ontwikkeld is voor satelliettelefoons. De latere AMBER++ die tevens voor mobielefoongebruik ontwikkeld is en die bijvoorbeeld voor DMR gebruikt wordt, is veel beter bestand tegen dit soort vervormingen door reflecties op grotere afstanden. Het kan overigens ook anders. De enige waarvoor dit alles wat ik hiervoor zei niet opgaat is FreeDV. Dat is juist gemaakt voor de interferentie en de storingen en de fasevervormingen in de ionosfeer die je op de korte golf tegenkomt. De modus die gemaakt zijn voor VHF en UHF presteren in de meeste gevallen alleen als er geen storingen of vervormingen door bijvoorbeeld propagatie zijn. Een belangrijke component van digitale spraaksystemen is het netwerk. Zoals eerder al gezegd, digitale spraak zonder operationeel netwerk dat liefst wereldwijd werkt, is gewoon ook niet bijzonder succesvol. Zo'n netwerk is in principe niet heel anders dan een netwerk zoals Echolink. Echolink wordt op analoge repeaters echter wel vaak gezien als een optie. En in de meeste gevallen hebben Echolink gebruikers bijvoorbeeld geen voorrang op ethergebruikers en worden ze door ethergebruikers dus van de repeater gedrukt. Verder heeft ook lang niet iedere analoge repeater iets als Echolink.
Dat is bij digitale spraak anders. Alle repeaters zitten bijvoorbeeld op een netwerk en je kunt gewoon ook zelfs niet eens aan een doorgang horen of die op een lokale repeater zit of op een verre repeater. Bij DMR is er zelfs een roamingfunctie. Daarmee kun je de zendontvanger automatisch laten kiezen voor een repeater waarover je verbinding kunt maken. Deze functie is het meest populair in heuvelachtige of bergachtige gebieden, waar je als mobiel station dan weer over de ene repeater het beste werkt en dan weer over de andere. Veel Echolink gebruikers werken vanaf hun smartphone of vanaf de pc. Dat is iets wat je bij digitale spraak ook veel minder ziet. Ik weet niet zeker of deze mogelijkheid er voor DMR wel is. Bij D-Star zijn er meerdere mogelijkheden waarbij je altijd extra hardware nodig hebt, dus in tegenstelling tot Echolink. Direct zonder zendontvanger op het netwerk spreken kan bijvoorbeeld al heel lang met de blauwe dongel. Die dongel was oorspronkelijk eigenlijk bedoeld als meetinstrument om de werking van het D-Plus netwerk te testen. Uiteindelijk is hij ook op de markt verschenen om QSO's mee te maken. Er zijn nog diverse andere vergelijkbare producten. De bekendste daarvan zijn er twee. De Yupi4DAR, een heel uitgebreid apparaat uit Duitsland, dat je ook kunt gebruiken om een repeater mee te maken of om in combinatie met een analoge zendontvanger met D-Star uit te komen. En verder levert ook het Nederlandse DV-Mega een print die je met wat extra zaken op internet kunt koppelen en aan de andere kant op een microfoon en een luidspreker kunt aansluiten. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me. Wij hebben nog een verzoek. Ja. Als je in de auto de SSTV-beelden wilt ontvangen, zoek dan alsjeblieft een parkeerplaats op. Doe dat niet terwijl je rijdt.